Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door directgeldvooruwwoning.nl. Slechts één Feyenoorder in de selectie van Guus Hiddink voor het Nederlands elftal, Jan Dirk, Jordi Klaasie, en dat was het dan. Ja, we kunnen Hiddink nooit meer serieus nemen. Als je Manu niet oproept, moet je gewoon eigenlijk gewoon wegwezen. Dit is FC Rijnmond. Zo, een bijzonder goedenavond. Welkom bij FC Rijnmond. Als altijd op de vrijdag te zien, dan blikken we vooruit op wat er dit weekend gaat komen op voetbalgebied in het Rijnmondgebied. En op zondag blikken we terug, dat weet je, met vaste gasten aan deze desk. Jan-Dirk Stouten, onze eigen analist. Je hoorde hem al even met een gepeperde mening was over Guus Hiddink. Serieus, oh, nee? Nee, voor de duidelijkheid. Guus kan nog wel bellen. Gewoon als mij betreft mag hij blijven. En naast hem aangeschoven ook vaste analist in dit programma, Geert en Oude. Geert, dankjewel. Het andere nieuws van vandaag was toch wel schokkend, hè? Was je er ook zo van slag van vanochtend toen je wakker werd? Je sloeg de krant open en daar stond het. Dirk uit? Ja. Oh, ik dacht dat het over de visafslag ging. Oh, nee. Maar van Stellendam. Nee, ja, ik heb niet zoveel met Dirk uit. Nee? Nee. Ik vind het hartstikke bewonderingswaardig hoeveel interlands hij gespeeld heeft. Zijn vader voor Nederlands elftal. Maar het was niet de speler waarvoor ik naar het stadion ging. Maar ik vind het hartstikke leuk voor hem. En, ik doe het hem niet na, hè, 104 interlands. Dus, dat heb jij niet gered, toch? Groot respect voor daar, maar ik ga liever voor andere spelers naar het stadion. Maar goed dat hij stopt op dit moment? Nou, ik denk dat hij... fysiek denk ik dat het grootste probleem is. Want als je denk in Nederland zelf al kan spelen, als je daarvoor wordt opgeroepen, dan is dat eerst en blijft dat een grote eer. Dus ik denk dat hij zich liever focust op Fenerbahçe. Ja, Jan-Dirk, ik zat gisteravond de radio-uitzending te luisteren na de overwinning op Standaard Luik. En dan is het kommer en kwel ineens voorbij. En langzamerhand gloort er weer hoop aan het einde van die tunnel. Want Feyenoord heeft nu 2 wedstrijden op rij gewonnen. Het spel is leuk, dus alles is weer anders, hè? Ja, dat is het mooie opportunisme in de voetballerij, hè? Ik heb het al vaker gezegd op deze plek. De waarheid duurt vaak een dag in die voetballerij. Iedereen was somber, iedereen was pessimistisch. Nu wint Feyenoord in Deventer en gisteren in een redelijke wedstrijd. Niet meer dan dat was standaard. Wel een knappe zege overigens. Knap dat je in een Europees thuisduel 4-5 grote kansen afdwingt en veerkracht toont. Maar het is te vroeg om heel optimistisch te zijn. Goed, gaan we kijken wat we daar vandaag aan gaan doen met deze twee mannen. Eerst is het tijd voor de week die achter ons ligt. Echt waar. Officieel was het de week van de eenzaamheid. En we zijn allemaal wel eens eenzaam en alleen. Of samen alleen zijn, dat kan natuurlijk ook. Maar het was ook de week van de echte man. Zoals het elke week de week van de man zou moeten zijn. De week van Manu bijvoorbeeld. Dat is een man. Weet je wie trouwens wel helemaal te gek zijn? Mannen! Yeah! Een echte man die laat zich niet bang maken door een pakketje. Die laat alles de vrije loop tijdens een voetbalwedstrijd. Nee, niet dat. Zo ja, dit is een echte man. En echte mannen die scheppen op over hun... Zeggen ze in Engeland ook dat je een golden dick hebt? Ja, dat zeggen ze al wat langer. En als er een grap maakt, dan doen die anderen... Dan ben je een man. Een koeman. Een echte man die laat zich tijdens een afscheid niet wegjagen door een waterpistooltje uit de grond. Onbegrijpelijk dat deze sissies zijn gekneed door de man die alle facetten van het man zijn belichaamd. John de Wolf, de vleesgeworden man der mannen. De Nederlandse mannen dachten bij jou en mannelijkheid een 7,5. Het was een 9,5, maar ze vinden je zo ijdel dat er toch punten afgetrokken zijn. Ja, nou ja, oké. Okay. Als ze zo denken is prima toch? Ja. Zeg meer over hun. Dit is ook een hele mannelijke reactie. Nee, neem dan Kenny Thijssen. De man met de torso van tropisch hardhout. Alleen met grof geweld krijg je hem naar beneden. En als dat lukt, dan mag de hele wereld zien dat hij een man met hoofdletter M is. Kenny Thijssen, regelrecht uit de jungle, Tarzan. Ja, mannen. Echte mannen laten graag zien dat ze sterker zijn dan een ijzeren hek. Echte mannen verbergen die ene hersencel zo goed mogelijk. Dat kunnen alleen... Mannen! Yeah! Echte mannen delen niet. Echte mannen bepalen de norm. Nee, zij zijn de norm. Die boete is toch niet voor hen. Wedstrijden zonder publiek? Dan gaan we toch. Echte mannen gaan niet opzij. Voor niemand. Dat zijn mannen. Ja, dat was een smetje van gisteravond natuurlijk, hè? Ja, Jan van Merwijk, directeur van het stadion, is vandaag geïnterviewd door onze collega's van de nieuwsredactie. Die zien op onze website ook. Die zeggen ja, dat hekwerk was wel degelijk in orde. Toch zijn die Belgen er tamelijk eenvoudig doorheen gebroken. Die hekken zaten vast met tie-wraps, heb ik me laten vertellen.
Ja, daar kun je niet heel veel boze en onwillige supporters uit Luik mee tegenhouden. Nee, er zijn wel vaker wedstrijden geweest waar we zijn geweest waar hekken omvielen, toch? Die ja, daar... maar ja, je moet wel vrezen dat UEFA sowieso een onderzoek in is gaan stellen. Hebben ze sowieso al besloten vandaag. Feyenoord is naar later geweest, net als tegen Besiktas. Al vind ik wel dat de hoofdreden van al dit gedoe vooral ligt bij de supporters uit België. Want die moeten gewoon lekker op hun plek blijven staan. Ja, maar goed, het is niet gebeurd. Nou, laat kijken wat eruit gaat komen. Geert, even naar die wedstrijd gisteravond. En ja, misschien ook wel die wedstrijd van afgelopen weekend tegen Go Ahead Eagles. Het spel van Feyenoord. Hoe beoordeel jij dat nu? Nou, in het begin dat ik veel meer plezier zie in de spelers. In de uitstraling, hoe ze op het veld staan, hoe ze met die wedstrijd bezig zijn. Als ik dat even snel vergelijk naar twee wedstrijden die we afgelopen weken hadden. Willem II thuis en Utrecht thuis. Alle twee geweest, hele wedstrijd gezien, 90 minuten. Of twee keer 45 minuten in die beide wedstrijden. Eigenlijk ja, Feyenoord machteloos gezien. Hè, vooral die wedstrijd tegen Willem II. Ja. Waar Feyenoord gewoon eigenlijk wordt weggespeeld op tactisch en technisch vlak. En als je de afgelopen week kijkt, en vooral de wedstrijd van gisteren ook, dan zie je dat er met flair wordt gespeeld. Het is niet altijd goed. Dat geeft ook niet, want kijk alleen even naar achterin wat voor jongens er spelen qua leeftijd. Dat geeft het nog niet. Maar doordat iedereen lekker gaat voetballen, risico's durft te nemen, naar voren durft te spelen, krijg je een wedstrijd ja, waarin ook eigenlijk tegen Ajax, waarin het publiek eigenlijk dik tevreden is, ondanks een verlies. En gisteren was dat ook nogmaals niet hoogstaand. Maar zo kan je wedstrijden winnen. En op het moment dat je dat plezier niet uitstraalt en eigenlijk achterblijft in het proberen te voetballen, ja, dan wordt zo'n wedstrijd niks. En het is nu de laatste weken eigenlijk een beetje de kant waar Rutte het heen wil. Want Rutte heeft dat altijd al gezegd, ook in gesprekken, van ik zie dat goed gaat komen, ik zie het op de training wat er gaat gebeuren. Waar zit die omschakeling nou in dat het nu die wedstrijden er wel uitkomt? Vanaf, ja, voor mij heeft hij sinds een aantal weken, sinds Ajax thuis, voor een compleet logische opstelling gekozen. Matthijs eraf, achterin met name Van Beek en Kongolo. Als je nou spreekt over een duo waar ik van geniet, zijn het die twee jongens. Natuurlijk maken die een foutje, maar ik zie wel gelijkenissen tussen Van Beek en Stefan de Vrij. IJzersterk gedebuteerd, toen een wat mindere fase, maar uiteindelijk er wel gewoon gekomen. En Van Beek speelt gewoon goed. Kop gisteren op geweldige wijze die 1-0 binnen. Raakte nou, was goed met gedaan, hè? Nou. Nee, maar die jongens die durven naar voren te voetballen. Kongolo is echt opgebloeid sinds hij geen linksback maar is, maar centraal achterin staat. Toornstra is van toegevoegde waarde. Enige kanttekening die ik daarbij wil plaatsen is dat het wel jammer is dat een talent als Boetius nu niet meer speelt. Maar Toornstra was bij uitstek een jongen gisteren die ook tussen de linies doorboog. Klaas die zag dat een aantal keren goed. En het voetbal is gewoon leuker, frivoler en beter. En zit dat dan in, los van die defensie ook gewoon in een jongen als Jens Toornstra op het middenveld? Nou, daar zit wel heel veel creativiteit in. En als je te veel spelers hebt die in de bal spelen, hè, nu is aan de linkerkant is Vilena, dan wordt vaak geslachtofferd. Maar je ziet wel dat met Toornstra dat er veel verder vooruit wordt gevoetbald. En een middenvelder die vaak voor het doel komt. Kijk even naar de scoring moyenne van Toornstra. Ook bij de vorige clubs. Die ligt vrij hoog voor een middenvelder. Ja. Kortom, Feyenoord, het ging allemaal weer wat beter. En Jan-Dirk zei dit al gisteravond. Ineens was daar die goal van Van Beek. Had hij hem nou wel of niet geraakt? Dat is natuurlijk wel een discussiepuntje. Ik raakte hem met mijn achterhoofd. Maar mensen zeggen, willen grappig doen dat ik hem niet gemaakt heb. Maar als ik hem niet zou aanraken, dan telt hij niet. Dus, voelde je die bal zelf? Ja, ik voelde hem. Ja. Wat een mooie opluchting bij jou toen, hè? Mooie explosie van vreugde. Ja, ik heb nog nooit gescoord voor Feyenoord in de Kuip of ergens anders in het eerste elftal. Alleen, ja, als je dan de 1-0 mag maken, is dat hartstikke mooi voor mezelf. Nou, ik moet zeggen dat wij na de 1-1, toen viel het elftal wel een beetje stil. Ja. Toen had ik even een gevoel van... Kunnen we dit omzetten weer in het vertrouwen om een goal te maken? Maar ik denk dat zeker na de wissel. Kijk, 1-1 hadden we niks aan. Want ik wist ook de stand niet in de andere stand niet. Dus ik ging voor de winst. En dan maak ik eigenlijk een aanvallende wissel door Bilal te brengen. En daar zag je toch weer een bepaalde schoen in het elftal komen. Durf weer. En dat is gewoon beloond vandaag. Ik weet dat we altijd blijven vechten en in de hoop dat we er nog eentje maken. En we hadden daarvoor ook al een grote kans, alleen die ging er niet in. En, Manu had 3 kansen voor zijn goal. Ja, maar gelukkig winnen we deze wedstrijd en heeft hij maar alsnog gescoord. Als ik zulke kansen bleef krijgen, dan moet hij op een gegeven moment wel erin. Dus ik had gehoopt dat die bal nog een keer goed zou vallen en dat gebeurt. En ik schiet hem binnen en we winnen. Nog een momentje eruit halen, Vermeer met een geweldige reactie, ja. Vlak voor tijd, die lange bal in zijn eigen 16. Ja, ook die in de eerste helft al. Kijk, wij hadden de eerste helft natuurlijk ook al een aantal kansen. Maar die lob, die pakt hij natuurlijk ook uitstekend. Het maakt wel een heel groot verschil of het 0-1 wordt of je maakt 1-0. Zeker bij dit team.
missie geslaagd hè, vanavond vooral? Ja, de doelstelling van vandaag was winnen. Europees gezien, om bij te blijven. Nou, we blijven bij. En zeker voor onze jonge spelers, ja, kan ik alleen maar zeggen, ze hebben een Europese wedstrijd gespeeld. En ingelezen wat een Europese wedstrijd is. En daar geholpen door onze oude broeders. Ze hebben een speciaal liedje voor jou hier in de Kuip. Ik hoorde hem na de wedstrijd. Na de wedstrijd, ja. Van de Muppets. Ja, dat is leuk. Ik heb hem gehoord, maar dat is leuk. Dus, ja. Maar niet iets wat jij op je koptelefoon draait. Of nu inmiddels wel. Kun je er zelf ook van genieten, zo'n ludiek deuntje? Ja, ik krijg hem wel vaak door van mijn vrienden en zo. Maar op mijn playlist staat hij nog niet. Misschien moet ik hem erop zetten. Ja, dit is de nieuwe held, hè, Manu? Ja, het is wel een mooi verhaal. Hè. Gisteren miste hij eerst 3 kansen. Wat eigenlijk het mooiste moment was voor de goal. Bij die derde kans die hij tegen de keeper aanschiet. De manier waarop hij naar de voorzet van Nelom die bal uit de lucht aanneemt, wegdraait en bijna raakschiet. Maar het is bijzonder knap wat deze jongen doet. Is thuis tegen Besiktas belangrijk met het versieren van een strafschop. Scoort in Turkije, schiet de winnen binnen tegen Lugansk. En vandaag ben je in de Kuip. Dan ga je nog even een broodje eten in de brasserie. Dan zie je ineens zijn zaakwaarnemers rondlopen. Sigi Lens was er, John Veldman, volgens mij zijn moeder. Dan ben je even voor de zekerheid met Martin van Geel. Wordt er onderhandeld over een nieuw en verbeterd contract? Want dat loopt af na deze competitie. Van Geel wil daar niets over zeggen, maar het zal allemaal geen toeval zijn geweest. Nee, die zullen niet daar ook zomaar een broodje komen eten. Ze zullen niet voor de gezelligheid in de Kuip zijn geweest, schat ik in. Dus het vermoeden is dat er binnenkort waarschijnlijk meer over zullen. Ze gaan, Manu, denk ik, een nieuwe aanbieding voor de komende jaren doen. Ja, maar Geert, wat is het nou voor speler? Hij is in de spits geprobeerd aan de buitenkant. Ik bedoel, het is niet echt een buitenspeler, ook niet echt een spits, hè? Nou, ik denk dat Manu idealiter gezien de spelers die met 2 spitsen speelt om een sterke speler heen. Alleen Feyenoord speelt een ander systeem. En dan vind ik het op de manier hoe jij nu speelt, vind ik dat prima aan die zijkant. Omdat hij toch wel creativiteit heeft. Hij kan een man voorbij spelen. Hij zou nog wat kunnen werken aan zijn voorzet. Maar hij kan ook een doelpunt maken. Hè? Dat is dreiging, gewoon belangrijk. Ja. Hè, er zijn niet zoveel buitenspelers die zoveel scoren als hij. En ik hoop dat hij dit zo kan doorzetten. En dan gaat hij over de 10 heen. Maar op dit moment aan de zijkant vind ik hem het best. Ja, want hij krijgt wel veel kansen in de wedstrijd, hè? Ja, gisteren 4. Ja. Ja, en heeft hij ook een beetje pech in de afronding. Aan de andere kant, ja, je kunt niet alles op pech afwenden. Maar je moet ook gewoon 1 of 2 ballen binnenschieten. Zeker gisteren ook die eerste kans. Die eerste kans, ja. De keeper die bal raar wegbokst, dan moet hij hem van dichtbij echt in de touwen jassen. Maar het is wel een jongen die ook iets teweeg kan brengen naar het publiek in het stadion. Die ze los kan maken in een ploeg die op slot zit. Die jongen functioneert uitstekend. Wat wil je zeggen? Nou, dat ligt hier een goede taak voor Roy Makaay weggelegd. Een man die als geen ander aan één kans voldoende had. Nee, maar precies. Uit een bal precies wist op welke manier die richting het doel moest spelen. En je ziet nu vooral aan Manu dat hij voor kracht gaat. Kijk even alle doelpunten, of de laatste 4, 5 doelpunten die hij gemaakt heeft, zijn puur op kracht. En eigenlijk die bal die hij zo fantastisch uit de lucht aannam en wegdraaide, hoeft eigenlijk een balletje simpel in het hoek te tikken. Dat is bij Kazim trouwens, hè? En hij is binnen. Kazim ook, die kopbal tegen Willem 2 op kracht. Ja. Het schot in tegen Go Ahead. Zijn kracht nog geen echte spitse goals bij de eerste paalballetje binnen tikken. Dan mag hij ook met Kazim mee aan de slag. Wat vind jij Kazim dan een echte spits? Nou, ik vind hem een beetje een vergelijkbare speler als Manu. Ja. Eigenlijk, want Kazim is ook geen speler die met zijn rug naar een tegenstander gaat staan zoals Pelle. Hè. Laten we het even als referentiekader Pelle gebruiken. Zo'n speler loopt er niet bij Feyenoord. Niet van die kwaliteit, maar ook niet van het soort. Nee, op dit moment misschien in de jeugd, maar... Ja, dat zou kunnen. Hoe vind je hem Europees, Kazim? Ja, daar kun je nog niet heel veel van zeggen. Maar gisteren heeft hij geen goede wedstrijd gespeeld. Heeft hij wel hard gewerkt, met krachten gesmeten. Tegen die hele lange verdedigers van Standaar. Maar je ziet aan hem dat hij niet vaak in die spitspositie heeft gespeeld. Hè? Rutte, valt me ook op. Ik vroeg hem van de week woensdag nog naar, volgens mij woensdag nog naar, een dag voor Standaar. Van wat vind je van hem? En dan benadrukt Rutte steeds. Ja, ik ben vooral met hem bezig op trainingen, met looplijnen. Hoe ga je staan als spits? Ja, eigenlijk vind ik dat wel van de gekke. Dat een trainer van Feyenoord met zijn spits moet overleggen hoe je moet lopen als spits. Maar goed, een echte spits is er niet. En dus kan maar het voordeel van de twijfel geven. Even de echte spits aan deze tafel dan eventjes daarover. Is het gek of met de spits looplijnen al gelijk kennen? Nee, het is een beetje type spits. Kijk, ik was een spits die niet 5 man voorbij liep. Dus nee, ik vind wel die techniek van jou. Je kon toch makkelijk er langs? Kijk, die tijd is wel geweest, maar... die beelden zijn er niet meer. Maar Kazim is een speler die dat wel heeft en die dat wel kan. En is niet een speler die heel slim achter de verdediger gaat hangen en wacht op die steekpaasjes. Dat is eventjes anders. Ja. Maar voor Feyenoord op dit moment is het prima. Wat moet er met de buitenspelers gebeuren die nu op dwang zitten of gepasseerd worden? Nou ja, kijk, het is heel simpel. Als Feyenoord
Nou, laat ik het anders zeggen. De jongens die op dit moment op de bank zitten, zitten daar terecht, vind ik. Laten we het verhaal of als voorbeeld Boetjes nemen. Een jongen waar ik echt in geloof, die ik heel veel talent vind hebben. Maar waar het op dit moment even niet uitkomt. Alleen het voordeel is wel, ik zie hem als hij op de bank zit, hij lacht. Hij accepteert zijn rol. Hij snapt, precies, ja. Hij snapt het, ja. Alleen als die spelers die begrijpen dat ze op dit moment niet bij de eerste elf zitten en daarvoor keihard gaan werken, dan gaat Feyenoord beter worden. Want Feyenoord is een ploeg die kampioen wordt, heeft ook de nummers 12 tot en met 15 die zo ingewisseld kunnen worden voor een middenvelder of een spits. En als de jongens dat begrijpen, gaan zij daar ook, hoe je het ook went of keert, ook succes van uitmaken. Maar Ruben Schaken tekende vorig jaar bij, mocht niet weg, hè, in de winterstop. Hij kon in de winterstop naar een Turkse club. Hij heeft toen een megacontract getekend, is die jongen van harte gegund. Was ook lange tijd belangrijk. Was vorig seizoen nog wel eens niet goed, maar dan was hij wel belangrijk met een assist of een bal die hij goed voorgaf, of allebei. Maar dit seizoen heeft hij het absoluut niet kunnen waarmaken. Als je niet bij de selectie zit, niet mag meetrainen een dag voor zo'n thuisduel tegen Standaard, dan ken je je plek in die groep. En dan moet je hopen voor hem persoonlijk dat er in de winterstop interesse komt van een club. Want hier lijkt hij geen toekomst meer te hebben. Wat is dat ineens? Hè? Dat een trainer dan geen vertrouwen heeft, terwijl je daarvoor nog... Ik vind het argument van Rutte wel steekhoudend, hè? Want hij speelde gewoon niet goed. En als je dan moet kiezen voor een jongen op de bank achter Manu en Toornstra nu al rechts voorin, dan kies je altijd voor een jonge jongen als Bilal Basasik ook doet. Dat snap ik wel. Ja, zo begrijp ik het wel. Alleen het is natuurlijk wel zo dat er een... Omdat Toornstra ook wel eens een beetje aan die kant speelt. Dat er een plek minder te vergeven is. Mm-hmm. Hè? Je hoeft geen drie rechtsbuitens te hebben. Hè? Twee hebben er voldoende aan. Een derde heeft niet zoveel zin als je vijf wissels of zes wissels mag hebben. Dus ik begrijp wel dat dan de zwakste afvalt. Alleen het is niet zo dat Ruben, ook al heeft hij wat mindere fase, nu opeens niet meer het niveau van Feyenoord aan kan. Dat zou raar zijn als we dat hier zouden zeggen. Ja. Nog even terug, want dat kan nog zijn dat die wedstrijd wordt overgespeeld, Jean-Dirk. Heb je zo mooi zitten schreeuwen? Hè? Nee hoor. Was je zo uitgelaten gisteravond? De voorzitter heeft iets geroepen daarover. Die vonden dat ze schandalig waren behandeld door de scheidsrechter. Maar dat hebben ze later weer ingetrokken, die verklaring. Is gewoon een beetje paniekvoetbal van een voorzitter die met zijn club niet presteert. En die Luzon, die coach, die was ook niet helemaal... Hoezo niet? Ook een beetje het spoor bij ze, deze fijne Israëliër. Die deed gekke dingen langs die lijn. Vertel eens. Die heb ik op die persconferentie, dat Standaard echt schandalig was behandeld. Mm-hmm. Door de arbitrage. Had beter kunnen zeggen, Feyenoord zeer verdiend gewonnen vanavond. Ja, ik word daar wel een beetje moe. Ik trek een boetekleedje aan. Ja, maar ik word er wel een beetje moe van die trainers die altijd maar langs die kant staan te schreeuwen en tegen de vierde man beginnen. En direct na de wedstrijd dingen roepen die ze een half uur later weer moeten intrekken. Rustig aan. Ja, wie was de gekste trainer die je hebt meegemaakt, Geert, in dat KW? Wie deed dat altijd bij jou? Wie Nee, ik heb niet zoveel... Kom op. Nee, ik heb geen trainers gehad die helemaal gek werden langs de lijn. Nee, gelukkig. Adrie Koster ook niet, die was rustig. Nou, Adrie was wel eens wat nerveus. Daar kon je wel eens gek van worden. Die zat dan als je aan Mario Been, hoe was dat om met hem te werken? Jouw ontdekker? Nou, maar Mario Been, dat viel mee. Waar we het nu over hebben, viel dat wel mee. Alleen Adrie Koster... Maar Robert Maaskant wel, toch? Maaskant die kon toch vloeken en tieren langs de kant? Of is dat van de laatste jaren? Ja, een beetje mopperen. Maaskant was een beetje mopperen. Oh, dat heeft hij ontwikkeld de laatste jaren nadat hij met jou heeft gewerkt? Ja, ik denk dat Maaskant is ook rustiger geworden. Hij was volgens mij in Polen nog behoorlijk aan het vloeken en tieren langs de lijn altijd. Ja, nou ja. Maar Adrie Koster, want je wilde je verhaal graag afmaken. Koster, als je aan de kant van Adrie speelde, dan ging hij eigenlijk bij elke bal ging je coachen. En op een gegeven moment werd ik er wel eens gek van. Ze trainen nou je kop een keer dicht, want ik kan het ook zelf verzinnen. En dan zei hij wissel? Nee. Zo was hij dan niet. Okay. Ik zie je nog periodekampioen worden in Deventer. Als we echt alle oude koeien uit de sloot gaan halen, dan wordt echt een heel oud programma. Ja. Laten we nog even door naar wat andere dingen gaan. Naar de quote van Fred Rutte van vandaag. Dan zijn we weer terug bij vandaag in plaats van periodetitels in het verleden. Ja. En hij zegt daar, een 1-0 voorsprong is voor dit team eigenlijk belangrijker dan een 1-0 achterstand. Dat kan dit team nog niet aan. Ja, dat was wel opvallend in die quote. Dat zagen we met elkaar gelijk. Daar hebben we geen collega's voor nodig om dat te zien. Mm-hmm. Maar hij zegt er iets mee over de mentale weerbaarheid bij zijn ploeg. Hè? Of beter gezegd, het gebrek daaraan. Ja. Je hebt de laatste weken telkens gezien dat wij niet met tegenslag konden omgaan. En hij heeft volgens mij na Heerenveen thuis al een keer gezegd. Ik twijfel eraan of ik dat in deze ploeg kan krijgen. Ja, en dat is wel lastig om dat in een ploeg te krijgen, denk ik. Maar het enige verschil is dat het is... Kijk, Feyenoord heeft 4 keer op rij verloren. En dan... Op een gegeven moment kan ik mezelf voorstellen dat ik naar mezelf vertaal toen ik speelde. Ik dacht van ja, helaas, ik heb nu 4 keer verloren. Fuck it, weet je wel. Het maakt de vijfde toch keer niet gaat ook verliezen. Oh, nee, de vijfde keer gewoon, joh, het maakt nu toch niet meer uit. Laten we gewoon lekker gaan voetballen. He, je komt als een, ik merk wel eens aan jonge spelers die voor de eerst in een groot stadion spelen. En dan eigenlijk tot 3-0 toe eigenlijk staan te kijken van oh, wat een mooi stadion. Maar ze staan 3-0 achter en dan denken ze van ja, weet je wat, laten we nou maar gaan voetballen.
En Feyenoord 4 keer verloren, ja, wat moet je nog meer eigenlijk? Hoe slechter kan het, hè? Op een gegeven moment, om op de berg te komen, moet je door het dal gaan. Hè? Dus als je in dat dal bent geweest, dan ga je weer omhoog. Wacht even, heb jij tussen de laatste uitzending en deze uitzending nog wat filosofische boekjes gelezen? Of heb je voor Robert Maaskant nog wat briefjes onder de deur gekregen? Nee. Dat zit in mijn eigen... Dat zit in je eigen systeem. Zo veel gelijk bij ons. Hier gaat Boetius ook beter uitkomen. Goed. Ja. Dat gezegd hebben, dan wil ik even naar de andere ploeg uit ons gebied. En dan wil ik beginnen met Excelsior. Ja. Als je kijkt naar de stand, staat keurig 11e, 7 gespeeld, 9 punten. Dan denk je, daar is niks aan de hand. Maar gezien het programma is de vraag, hadden ze er niet meer uit moeten halen? 13 punten hadden ze moeten hebben. Dat heb je goed gezien. Heb ik goed gezien, hè? Ja, nee, absoluut. Kijk, Feyenoord heeft Excelsior heeft het eerste de weken een vrij makkelijk programma gezien. Nu gaan ze een beetje naar de linkerkant van het schema, waar de ploegen zitten. Begint bij PSV uit. En daarom. En dan zijn die punten die ze tegen Cambuur en tegen Dordrecht hebben laten liggen. Ja, die zijn keihard. Want je kan nu wel zomaar tegen 4 nederlagen aanlopen. Die kant is aanwezig. Ja, dat zijn dan toch 4 dure punten. Want dan sta je op 13. Ja, wat vooral opvallend is het verschil tussen de eerste en de tweede helft bij Excelsior. Ik heb tegen Dordt gezien, Cambuur gevolgd die wedstrijd. Dan zijn ze in de eerste helft best goed. Ja. Tegen Dordt beter dan tegen Cambuur overigens. Maar wel genoeg kansen. Moet je eigenlijk een ruimere afstand nemen van je tegenstander. In de tweede helft is er dan verval in die ploeg. En Dijkhuizen moet daar wel mee aan de slag, lijkt me. Is dat iets wat kenmerkend is voor een ploeg die promoveert uit de Jupiler League naar de Eredivisie, dat het dan kennelijk moeilijk is om de hele wedstrijd vol te houden? Of wat is dat? Ja, nee, absoluut. In het jaar 2007, toen wij degradeerden met Excelsior, hadden eigenlijk hetzelfde verhaal. We hadden wedstrijden die we, grote ploegen, Ajax en Feyenoord bijvoorbeeld, die wonnen we thuis. Staan wedstrijden tegen Groningen, Heerenveen voor, die je eigenlijk moet winnen. En vervolgens tweede helft ben je de concentratie kwijt. Of dat nou komt, dat heeft waarschijnlijk ook met leeftijd te maken. Verlies je die wedstrijden. Ja, en dat was voor Excelsior wel funest uiteindelijk aan het eind van het seizoen. En het lijkt me ook een beetje, als je kijkt naar die kansen die ze krijgen, dat ze niet echt een scorende spits hebben die er even makkelijk 1 of 2 inlegt in de wedstrijd. Want die 1-0 maak je en dan krijg je daarna nog wel kansen. Ja, maar dat is de lijn die je ook naar Dordrecht kan doortrekken. Hè? Ja. Kijk, elke ploeg, Feyenoord bovenin in Nederland, mag je hopen heel snel weer. En clubs onderin zijn op zoek naar een spits die heel veel doelpunten maakt. En daar hebben Dordt en Excelsior allebei een probleem. Ja, want hoe gaan we trainen? Ja, ga jij weer trainen? Ja, nou, dan kan ik gaan solliciteren. Je kan solliciteren bij 2 ploegen. Hoe groot is het probleem bij Dordt? Nou, behoorlijk. Heel behoorlijk. Ten voorde is daar geprobeerd. Vind ik een beetje een statische voetballer. Heeft een tijdje links voorin mogen spelen. Heeft het daar niet waar gemaakt. Er zijn weinig alternatieven. Mark Lieder valt ook een beetje tegen. In de voorbereiding vond ik hem wel goed. Vond ik hem gretig ogen. Ja, er wordt al geroepen van Bogus, bedenk een list en haal Fernandes. Maar Bogus, zijn geld is ongeveer op, denk ik. Ja, de trainer daar brandt zal met deze jongens moeten doen. Maar dat kan gaandeweg de competitie echt een groot probleem worden. Dat is wel aardig, Geert. Als je kijkt naar Dordrecht. Een beetje hetzelfde als Feyenoord. Een hoop middenvelders, maar weinig scorende spitsen. Dat is een groot probleem, want uiteindelijk win je zo wel wedstrijden. Het voordeel bij Excelsior is, over die spitsen gesproken, dat er nog een aantal jongens rondlopen. Daryl van Michem bijvoorbeeld, die kan een doelpunt maken. Ja. En daardoor scoort Excelsior eigenlijk nog wel aardig wat doelpunten. Alleen bij Dordrecht missen ze dat nu even. Ja, en dan is het ook terecht dat je staat op plek 17 met 5 punten. En dan krijg je dus een heel moeilijk jaar. Ja. Ook al wisten ze dat van tevoren misschien wel gezien de budgetten. Nee, ik ben wel benieuwd wat Brands en Bogus gaan doen. Want Bogus heeft steeds geroepen. Het gaat erom dat we ook op dit niveau lekker aanvallend blijven voetballen. Achterin 1-1 tegen Vitesse bleek dat ineens heel naïef te zijn. Gaan ze dat volhouden aan de Kromme Dijk? Of komt er een dag dat ze zeggen, nee, we gaan voor een soort van nieuw realisme? Maar veel zal afhangen denk ik van wat er bij Heracles gebeurt natuurlijk. Hè? Als die punten gaan pakken, dan komt er echt nog meer druk op, toch? Ja, maar dat vind ik nu nog wel vroeg. Alleen, ik denk dat Heracles iets buiten onze regio, maar wel structureel wat meer punten gaat halen. Voorlopig nog 0, hè? Ja, maar ja. Komt steeds dichterbij dat eerste punt. Oh god, krijgen we dat soort dingen. Zo. Je zit wel in de filosofische uitspraken. Jij bent even verslag nu, hè? Ik ga dit weekend niet meer goed komen met mij naast die gegeven. Maar gelukkig kan je dat morgen bewijzen op het veld, hè, als trainer. F5. Misschien kan je het allemaal gelijk ook gebruiken in de wedstrijd. Scherp, zeg maar. Van week 12-0 verloren. Ja, moet door het diep dal om naar grote hoogte te gaan. Ik wil er even naar Sparta. Jij bent bij Sparta ook gaan kijken. Heb je genoten van het spel van Sparta? Nou, op bepaalde momenten. Maar ik werd er niet heel erg warm van. Wel 3-0 gewonnen van Almere. Wel 3-0 gewonnen. Ik vond het jammer dat Thomas Vaar op de bank begon. Dat is jouw VOC-mentaliteit natuurlijk dit, hè? Ja, nee, maar... Jongens speelde toch goed in het begin van de competitie? Precies. Hij is, volgens mij is hij top of mede-topscorer van Sparta. En uiteindelijk gaat een trainer bij jongens die scoren, die ze altijd opstellen. Hij viel prima in en mensen zullen nu zeggen dat ik gekleurd ben. En ik heb natuurlijk een voorkeur absoluut voor Thomas. Maar hij viel prima in, omdat ik weet dat de jongen verschrikkelijk goed kan voetballen. Maar hij passeert hem wel, ondanks dat hij veel scoort. Ja, nou ja. Maar ja, Gert Kruijs is een hele goede trainer. Mag blijven zitten na 12 nederlagen.
Dus. Hoor ik hier een zweem van cynisme ook nog eroverheen? Nee, dit is een beetje gemeen. Dit is een beetje gemeen. Maar hij doet toch goed. Ze staan keurig bovenin, doen ze mee in de Jupiler League. Ze pakken ja, maar de punten. Ik weet niet of het genoeg is. En dit was echt. Gert, dit was een grap, hè? Ben je bang dat niemand meer met ons wil praten? Jullie moeten nou toch wel weten dat ik niet bang ben om wat te zeggen. Nee, dat weet ik, maar daar praat niemand meer met ons zometeen. Dat is het grote probleem. Oh, zijn nou ja, meningen. Maar ja, we missen Vilena bij ons bij RTV. Gauw, Vilena niet interviewen dit weekend. Geert maakt al het rijstuk dat ik de laatste week een soort koffie aan Annie geregeld heb gedaan. Maar het is voor Sparta, want we willen al vier seizoenen dat Sparta gaat promoveren. Nee, maar het hoeft niet. Het hoeft dit jaar niet, hè? Oh? Nee, ze hoeft geen kampioen te worden. Dus het nee, zou maar mooi ja, zijn. Dat hoeft al vier jaar niet als we maar promoveren. We hebben hier drie seizoenen lang Mr. Wiljan. Mr. Wiljan Vloed gehad. Bij Feyenoord hoeven ze nooit kampioen te worden en bij Sparta hoeven ze nooit te promoveren. Nee, maar het is niet genoeg. Op middenveld zijn er jongens die keihard werken. Steven Nieuwendaal, die jongen van de Nooier. Ja. Alleen, ja, voetballend is het net even te weinig. En met voetballend vermogen haal je de Eredivisie wel. En met dat net te weinig haal je het net niet. Ja, nou, dat denk ik wel. Nou goed, ik ben benieuwd of we dat weer praten. Wedstrijd trouwens te volgen, hè, bij ons op de site. Wedstrijd van Sparta vanavond tegen Telstar. Feyenoord dit weekend... thuis, of de wedstrijd tegen Groningen, is dat een wedstrijd waarvan je durft te zeggen, met dit spel gaan ze dat wel redden? Ja, je moet gewoon zo spelen zoals in Deventer van de week. Lekker dominant in de eigen Kuip, lekker pressie spelen. Bal laten rondgaan, Feyenoord gaat winnen. En ik verwacht vooral veel van Excelsior dit weekend. Ik voel een stunt in Eindhoven aankomen zondagmiddag. Zo'n hele gemene 0-1. Heb jij dat ook gezegd tegen de jongens van RVVH F5 afgelopen week? Nee, maar die gaan ook die berg weer op langs. Maar Excelsior gaat stunt in Eindhoven, let maar op. Die zijn complete weg kwijt. Nou ja, van 12-0... Je hebt het over de F5 naar 6-0. Is ook al stijgen. De heren gaan samen denk ik nog uitgebreid verder praten. Komende zondag zitten trouwens in FC Rijnmond. We zijn weer in FC Rijnmond. Blikken we terug op het weekend. Kijken wat de heren daarvan hebben gebakken. En dan zit hier Galien Tsidou. Dus graag tot komende zondag. En dan is een heel mooi voetbalweekend gewenst. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door directgeld voor uw woning.nl.